In de frigo plaatst onze redactie elke week enkele ingrediënten in de ijskast. Het is aan Clara, onze food-experte, om er een leuk en origineel gerecht van te maken dat op 30 minuten tijd klaar is. Vandaag, eens kijken. Ik denk kip. Ja, ik denk dat dat kippensalopjes zijn. Heel tof, kunnen hele fijne dingen mee gaan doen. Worteltjes. Kip en worteltjes, misschien een wokske. Even denken. Wat hebben we hier? Ah ja. Esdoornsiroop of ahorn. Dat combineert wel heel tof met worteltjes. Maar dat brengt mij op een idee. Ik heb nog heel toffe kruiden in mijn kast. We gaan de Midden-Oosterse toer op. En die citroen die pak ik ook mee. Die pak ik eigenlijk altijd als ik kip bak. En ik ga je straks vertellen waarom. We gaan eerst beginnen met die worteltjes. Het zijn schone jonge worteltjes. We hebben daar niet zoveel werk aan. Gewoon hier afdraaien. En zorg dat je zo een schoon stukje groen bewaart. Dat staat heel fris en dat is eigenlijk helemaal eetbaar. Voilà. Snel een beetje schoonmaken. Die worteltjes die zijn geschild. De oven die heb ik al voorverwarmd. En dan gaan we gewoon die worteltjes kruiden met een beetje grof zeezout. Dat is lekkerder dan fijn tafelzout. Een beetje olijfolie. En dan mogen die gewoon zo de oven in. En doordat je die zo gaat garen in de oven, gaan die natuurlijke smaken van die worteltjes veel intenser zijn dan dat je ze zou koken. Ik doe al een beetje zout doen op die kip. Ik ga ook mijn citroen al in twee snijden, want die heb ik ze niet nodig. Het is wel fijn, het zijn van die kippen escalopjes. Die gaan snel klaar zijn. Kip heeft toch de neiging om uit te drogen in een pan. En daar komt mijn citroen aan te pas. Mijn truc is gewoon een beetje citroensap op je kip. En die wordt zo mals als boter. Ik heb hier zo'n heel tof kruid dat ik een paar jaar geleden eigenlijk ontdekt heb. En dat ik nu heel vaak gebruik. Zatar is de naam. Die geur alleen al, dat doet mij denken aan vakantie. Daar mogen gul in zijn. En dan mag je dat gewoon rustig verder garen. En deksel erop. Dan blijven alle sappen mooi bewaard. Perfect. En als we dan toch de Midden-Oosterse toer op gaan, dan zou ik je daar couscous bij presenteren. Dat zijn mijn worteltjes die piepen. Die mogen eruit. Het enige wat we daar hier nog mee moeten doen, dat is daar een beetje van onze esdoornsiroop overdoen. Of noem het ahornsiroop of noem het maple syrup. Allemaal dezelfde benamingen. Nee, verschillende benamingen voor hetzelfde product. En een paar worteltjes. En dan ons kipje. Het is klaar.